altijd goed om warm verwelkomd te worden. Zullen we de ogen nog eens sluiten? Heer, dank u voor wie u bent. Heer, u bent zo'n grote God en we beseffen niet hoe groot. En we kunnen ook niet beseffen hoe groot u bent. Dat kunnen wij niet vatten, daar zijn we te klein voor. Ons denken is te klein om u te bevatten. Ons voelen is te klein om u te bevatten. Alles in ons is te klein om echt uw grootheid te zien. Heer, ik dank u voor het voorrecht om in uw huis te zijn. Om kinderen van u te zijn. En ik bid u voor dit moment ook uw rust, uw vrede, uw heerlijkheid. En dat we uw genade mogen ervaren. En ik bid u, Heer, om te kijken naar de situaties waar misschien sommigen op dit moment doorheen gaan, mee te maken hebben. En ik leg het voor u neer. U weet het. Ik hoef het niet te weten, maar u weet het. En u gaat ermee aan de slag. En daar dank ik u voor. Lieve God, dank u. Amen. Nou denk ik dat wij mensen altijd een bepaald verlangen hebben naar sterke personen. Mensen waar we iets aan hebben, waar we iets bij kwijt kunnen. En ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt, maar misschien vooral bij mannen, misschien wat meer dan bij vrouwen. Mannen kijken soms op naar superhelden. Sommigen misschien niet, anderen wel, maar ik denk dat het vooral onder mannen eerder voorkomt dat ze naar superhelden kijken. Maar voor een ieder mens, man of vrouw, geldt dat je een bepaald verlangen hebt naar mensen waar je op kunt bouwen. Mensen die sterk zijn en onwankelbaar zijn. Superhelden in het geloof. En nou kennen wij Jezus als degene die voor ons aan het kruis is gegaan. En hoe sterk moet je wel niet zijn om van tevoren te weten wat een helse pijn je moet doorstaan. En dat je het eigenlijk niet hoeft te doen. Niet voor jezelf, want je bent God. Je bent alles. Je bent in heerlijkheid verheven. Je staat overal ver boven. Je hoeft niet te lijden. Maar je ziet mensen en je denkt van, hé, ze hebben iets nodig. Ik wil voelen wat mensen soms voelen. Ik wil doormaken waar mensen soms doorheen gaan. Ik wil dat ervaren. Hij deed het. En hij wilde voor ons een prijs betalen. Ook dat. En hij deed het. En de pijn is niet te beschrijven waar hij doorheen ging. De verlating, de martelingen, afschuwelijk. Maar als je het dan hebt over een superheld, dan heb je het over Jezus. Want hij is niet alleen diegene die aan het kruis is gegaan en die stierf en altijd liefdevol was. Maar hij was zo machtig. In een van de evangeliën kun je lezen hoe hij gevangen werd genomen. En dat heeft mij zo enorm gepakt altijd. Jezus werd niet gevangen genomen. Maar hij gaf zich over. Hij gaf zich gevangen. Want op het moment dat Judas kwam met een eenheid, met een legereenheid soldaten, vroeg Jezus aan hen: wie zoeken jullie? Toen zeiden ze: wij zoeken Jezus, de Nazareër. En op dat moment zei Jezus: ik ben het. En wat gebeurde er op dat moment? Sloegen ze de hand aan hem? Nee. Jezus zei: ik ben het. Hij zei als het ware: ik ben Jezus, de Zoon van God. En wat gebeurde er? Die hele legereenheid viel neer. Dat is wat Gods woord ons leert. Die legereenheid viel neer. Ze waren niet bij machten om te blijven staan bij de naam van onze God. Bij de heerlijkheid van onze God. Zij vielen neer. En Jezus zegt: sta op, neem mij, hier ben ik. Hij gaf zich in hun handen. Maar zij waren niet in staat, een hele lege eenheid was niet in staat om deze man, die geen man was, te grijpen. Dat is de God die wij dienen. Die almachtige, die ongrijpbare, die onbereikbare eigenlijk vanuit ons mens zijn. Hij is niet te pakken, maar hij gaf zich. En die God, die is zo machtig. En die is zo bij machten om uw situatie ook te nemen. Die man die niet te houden was door een hele legereenheid en zelfs niet door hele legioenen. Die God is hier. Die God woont in uw hart. Die Jezus. Zo groot. Die superheld. Die onstuitbare kracht. Die kennen wij. Wat is hij bijzonder.
Ik wil even een stukje lezen uit Matteüs 5. U mag het meelezen, hoeft niet. U mag ook luisteren. Het gaat over de traditie van de Joden. Wat vanuit de traditie is geleerd. Matteüs 5. Ik ga lezen vanaf vers 21. U hebt gehoord dat tegen de ouderen gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broer, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, dwaas, zal schuldig bevonden worden door de raad. En al wie zegt, dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Ja, dit is de Nieuwe Statenvertaling. Als u dan uw gave op het altaar offert en zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broer. En kom dan terug voor uw offergave. Ik ga nog even iets verder. Naar vers 27. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, is in zijn hart al overspelig. En als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af, werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Doe het niet letterlijk, alsjeblieft. Het wordt ook natuurlijk in geestelijke zin bedoeld. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheiding. Nou, dat wil ik even overstaan. Ik wil even bij... U mag het thuis gerust helemaal doorlezen. Even zien. Ik ga even door naar vers 37. Laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Maar ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Dat is heel anders dan onze menselijke logica. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer hem niet af van hem die van u lenen wil. U hebt ook gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dan ga ik even door naar 7. Splinter en balk. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Waarom ziet u toch de balk of de splinter in het oog van uw broer, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog? Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broer te halen. En dan tot slot, lees nog even door vanaf vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er onder u iemand die zijn zoon een steen zal geven als hij hem een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want daarin is de wet en de profeten vervuld. Ik wil het vanavond hebben over oppervlakkig zijn of diepgaand. Dankbaar zijn of ontevreden. Jezus refereert hier naar de Joodse wet, naar de Joodse gebruiken, de traditie, de cultuur waarin men opgroeide, wat men werd geleerd. En Jezus gaf ook aan, je kunt je er niet aan houden. Maar toch wil ik een stap verder gaan, zegt Jezus. Hij wil verder dan wat er eigenlijk
in de profeten is weergegeven. Daar willen we het vanavond eens over hebben. Een collega van mij is een paar jaar terug naar Israël gegaan. En zij is geen christen, maar ze vond het leek haar een prachtig land. En toen ze daar toch was, wilde ze ook nog eens wat van het geloof meekrijgen. Dus zij is naar de geboortekerk gegaan en de plek waar dan het graf van Jezus zou zijn. Dat sprak haar aan, daar wilde ze toch eens een kijkje nemen. Maar het viel haar enorm tegen. Want wat ze niet had verwacht, was dat mensen daar allemaal kwamen om snuisterijen te kopen. Er was een pracht en een praal. En het deed haar denken aan de Efteling. Ze kreeg een idee dat ze in een of ander pretpark terecht was gekomen. Terwijl ze had gedacht dat ze op eervolle plaatsen terecht zou komen. Maar het viel haar tegen. Ik ben er zelf nooit geweest, dus ik kan er geen oordeel over vellen. Het zijn alleen maar de woorden die ik dan van haar heb gehoord. Ze vond het afschuwelijk. En wat haar opviel, dat mensen voor de opening van het graf, waar Jezus dan zou hebben gelegen, stonden. En ze stonden op de foto en allemaal lachen en feest vieren. Het deed haar echt denken aan een pretpark. En wat haar ook opviel, dat er bepaalde zogenaamde gezalfde, gezegende plaatsen waren. En wat brachten de mensen daar? Je zou denken, je hart. Maar wat haar opviel, was dat daar soms creditcards werden neergelegd. Bankpasjes, portemonnees op gezalfde plaatsen. Waar wil je zegen? Waarin wil je zegen ontvangen? Wij zullen zeggen, ja, die mensen die begrijpen niet wat hun geloof inhoudt. Die komen daar, maar die hebben de Heer nog niet echt leren kennen. Het geloof is oppervlakkig en niet diepgaand. Maar ik denk dat het belangrijk is om altijd bij onszelf te gaan kijken, voordat we gaan kijken naar, met een oordeel over anderen. Hoe zijn wij zelf van binnen? Zijn wij zelf altijd even diepgaand? Of zijn we ook wel eens oppervlakkig op sommige gebieden? Ik ben mens. Het zal u misschien tegenvallen, maar ik ben niet volmaakt. Ik mag hier staan en het is mij tot zegen. En het is een voorrecht om in de dienst van de Heer te mogen staan. Maar niet omdat ik volmaakt ben, helaas. Het is me niet gelukt. Ik dacht vroeger toen ik tot geloof kwam, nu ga ik groeien naar volmaaktheid. Ga je geheel anders. Nou, soms denk ik, ja, ik ben inderdaad geheel anders. Goh, zo slecht heb ik ze nog nooit meegemaakt. Nou, dat valt ook wel weer mee. Ik hou er ook van om een beetje te overdrijven. Maar wij mensen zijn soms enorm teleurgesteld in onszelf. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Ik hoor geen amen, maar ik weet dat er meer zijn. Amen. Nou, kijk. Ik schrok al. Ik dacht van, ik ben toch de enige. Maar gelukkig. Wie heeft Jezus gekruisigd? Was het de vijand? Ja, oké, als je heel ver doorgaat, heeft de duivel ervoor gezorgd. Maar laten we eerlijk zijn, Jezus moest aan het kruis, omdat de duivel verkeerde dingen heeft gedaan? Nee, inderdaad, omdat wij verkeerde dingen hebben gedaan. Ja. Wij hebben hem gekruisigd. En dat te beseffen, maakt je klein. Klein op de goede manier. Als je klein bent, ben je groot in Jezus. Wij moeten eigenlijk heel klein zijn. En beseffen dat we heel klein zijn. En ons niet gaan verheffen. En denken dat we iets bereikt hebben. Want we zijn zo klein en zo kwetsbaar. Op het ene moment sta je aan de top. Op het andere moment lig je beneden in de goot. Het kan zo snel gaan. Sterker, ineens blijken ze heel zwak te zijn. Dat is gewoon waar we mee te maken hebben bij mensen. Wie heeft Jezus gekruisigd? Het was het volk van God. Het volk Israël, de Joden, riepen massaal, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Zijn bloed over ons, werd er geroepen. En ze beseften op dat moment niet wat ze riepen, maar laten we blij zijn dat zijn bloed over ons kwam. Maar wij zijn degene die de schuldigen zijn aan het kruisigen van Jezus. Niet zij, niet Eva die van de vrucht nam, niet Adam die van de vrucht nam. Niet Kain die Abel doodstok, ja ook, maar wij allemaal. Niet zij alleen, niet de Joden in de tijd van Jezus. Wij allemaal zijn de schuldigen van de kruisiging van Jezus. En dat goed te beseffen, maakt klein. En maakt dat je minder oppervlakkig tegen sommige dingen aankijkt misschien. U heeft het vast wel eens gezien, als u op vakantie was of een dagje weg,
wensputten, waterbassins. Ik geloof er geheel niet in. Als ik iets wil, dan weet ik wel bij wie ik terecht kan. Bij onze Heer Jezus. En niet in een wensput om daar een muntje in te gooien. Maar stel dat je daar wel in gelooft. En ik denk dat die mensen dat geloven of hopen dat dat nut heeft. Weet u wat mij dan opvalt? Wat ligt erin? 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent. Voor 20 cent moet je al goed kijken. Moet je echt je bril opzetten. Wordt al minder, 50 cent al helemaal niet. Waarom gooien mensen er geld in? Om een wens in vervulling te laten gaan. Om een droom te verwezenlijken. Om een zegen te ontvangen. Maar stel dat daar een bepaalde macht zou zijn die daar iets mee zou kunnen doen. Als ik die macht zou zijn, zou ik me gekwetst voelen. Dat ik denk van, is dat alles wat je ervoor over hebt? Waar zijn de papiertjes? Waar zijn de flappen? Waar is die bankpas met je pincode? Waar zijn je gouden sieraden? Dan laten we eerlijk zijn. Wat betaal je voor zegen? 1 cent, 2 cent, 10 cent? Oh, eigenlijk triest. Het verbaast me. Het geld wat in die wensputten ligt. We waren ooit eens in Normandië, geloof ik, of Bretagne. In Le Mont Saint-Michel. Dat is een enorm bouwwerk, ligt voor de kust van Frankrijk in de oceaan. Maar ligt op een gedeelte wat bij app kun je daar naartoe lopen of rijden. Dus een enorm klooster is daar in de middeleeuwen opgetrokken. En een groot deel van de dag kun je er niet naartoe omdat de vloed is opgekomen. Dus het is maar een deel van de dag bereikbaar. Maar het is een enorm bouwwerk. Echt prachtig om te zien. En daar ligt een enorm klooster opgebouwd. Wij gingen daarheen. En wij gingen eigenlijk om dat klooster te bezichtigen. En dan denk je, ja, in een klooster dan vind je een bepaalde rust, een bepaalde eerbied. Maar, we kwamen daar. Allemaal eetentjes. Niks mis mee, ik hou ook wel van een lekker hapje. Allemaal winkels waar je lepeltjes kunt kopen en glaasjes met je naam op en weet ik veel wat allemaal. En het was druk. Verschrikkelijk. Je kwam bijna niet vooruit. Je moest echt stapvoets kwam je vooruit. Allemaal winkeltjes en nou ja, goed, niks mis mee, begrijp me goed. Maar het verbaasde me een beetje. Ik dacht, waar is dat klooster nou? Maar goed, we bleven met de weg meecirkelen, het werd steeds rustiger. En eindelijk kwamen we bij het prachtige middeleeuwse bouwwerk. Ja, was het doodstil. Er was bijna geen mens. En weet je, het maakt mij niet uit dat mensen daarheen gaan om een hapje te eten of een lepeltje te kopen of wat dan ook. Maar wat me verbaast, is dat je kilometers gaat rijden, want het ligt in de middle of nowhere, om een enorm middeleeuws bouwwerk te bezichtigen. Maar je gaat daarheen om te eten en om bepaalde dingetjes te kopen die je in een dorpje 50 kilometer verderop ook kon kopen. Dan denk ik, waarom gaan mensen dan naar zo'n plek? Soms doen wij dingen als mensen zonder eigenlijk te beseffen waar we echt heen gaan. Ik zou denken, doe het dan gewoon op de plek waar je op de camping staat of in, waar je je vakantiehuisje hebt. Daar koop je precies hetzelfde, de winkeltjes daar zagen precies hetzelfde uit. Maar mensen gingen enorme einde rijden. Dan zou ik denken, voor dat pand. Maar het mooie, het bijzondere waar je eigenlijk voorheen ging, werd niet bezocht. Niet echt veel. Daar liep een handjevol mensen. Nou vond ik dat niet zo erg, want het was lekker rustig. En uiteindelijk op de terugweg hebben we ook beneden wel weer een lekker hapje gegeten hoor. Zaten we ook gewoon ertussen. Dus. Maar wat doen wij als mens? Hoe leven we ons leven? Denken we na over dingen die we doen? Nou moeten we ook niet altijd nadenken. Daar word je ook alleen maar moe van. Soms moet je ook gewoon lekker je gang gaan. Maar ook weer niet te veel. Er moet een bepaalde balans zijn. In het verkeer bijvoorbeeld. Waar let je op? Kunnen we twee dingen tegelijk doen? Veiligheid en verkeer is belangrijk. Want anders krijg je ongelukken. Maar wat is je eerste prioriteit? Is dat het signaal wat je ontvangt via je mobieltje of wat dan ook? Of is het in de gaten houden waar je in het verkeer mee bezig bent? Vorige week, ik zag een jonge man voor mij en hij kwam bijna bij een bocht met zijn fiets. En hij sneed die bocht en ik dacht, oeh, als daar een auto uitkomt, dan gaat het nog mis. Maar op dat moment hoorde ik zijn mobieltje overgaan en hij kwam in die bocht, zijn mobiel, en hij keek niet eens meer voor zich. En hij gaat blind, gaat door de bocht. De mobiel was belangrijker op dat moment.
Gevaarlijke situatie. Gelukkig kwam er geen auto aan. In de praktijk blijkt dat wij mensen vaak niet in staat zijn om meerdere dingen tegelijk te doen. Maar we worden zo afgeleid. Is het niet het mobieltje, dan is het wel weer iemand die even onze aandacht vraagt. Of een bepaalde situatie, of een bepaalde problematiek waar we doorheen gaan. Er is altijd wel iets wat ons afleidt. En daardoor kun je in gevaarlijke situaties komen. En in geestelijke zin hebben we niet altijd in de gaten dat we ons soms snel in gevaarlijke situaties kunnen begeven. Kijk, in het verkeer of in het tastbare kun je snel aantonen van kijk, dit was niet verstandig, want. Maar in het geestelijke, bepaalde dingen doen, de gevolgen zijn misschien niet heel snel te traceren. En die merk je misschien pas een aantal jaren later. Maar hoe ernstig beleven wij ons geloof in onze God? Hoe serieus zijn wij in het zoeken van wat God in ons leven van plan is? Zijn we ons nog bewust van Jezus die in ons aan de deur klopt en bepaalde dingen van ons vraagt? Of zijn we te veel bezig met de dingen om ons heen? Want het leven is druk. Al die signalen die op ons afkomen, er is zoveel wat ons bezighoudt. Maar wat is belangrijk in het leven? Probeer in rust te komen, in geestelijke zin. Probeer rust te vinden in je leven. Wat ik net voorlas, Matthäus 5 en 7. Het geloofsleven volgens traditie en opvoeding, het leert iets waar we ons aan kunnen houden en wat goed is. Maar Jezus gaat een stap verder. Jezus noemt een aantal zaken die gewoon waren die tijd. Vers 21 en 22, u zult niet doden. Maar Jezus zegt dan nog verder, zelfs wie boos is en daardoor kwetst, ontvangt de hel. Dus boos zijn is een emotie. Daar hebben we allemaal mee te maken. Als je boos bent, heb je nog niet gezondigd. Maar als je in boosheid zondigt en daardoor kwetst, ook dan verdien je eigenlijk de hel. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt ook niet alleen overspel is overspel, maar ook door met lust te kijken is overspel. Ook hierin gaat Jezus een stap verder. Jezus zegt ook, zweer niet, maar laat je ja, ja zijn. Geen woorden, maar daden. En sta voor wat je zegt. Zeg niet zomaar ja. Zeg niet zomaar nee. Doe niet zomaar een belofte. Jezus vraagt van ons, als je iets zegt, sta er dan achter. Wees bewust van wat je zegt. Vanuit de Joodse cultuur was het zo, oog om oog, tand om tand. Maar Jezus zegt, als iemand je slaat op de ene wang, laat hem dan ook op die andere slaan. Oeh, als het ons overkomt. Ik kan zeggen van, prijs de Heer, als iemand mij hier slaat, dan keer ik hem de andere toe. Maar misschien weten we pas of we het echt zo doen als het moment daar is. En hopelijk zal dat niet gebeuren. Maar het is soms makkelijk om iets te denken. Of iets te vinden. En te denken, ik zal dat wel doen. Maar ja, je weet het pas als je doorgaat. Jezus zegt ook, wie van je steelt, geef hem dubbel. Onlogisch voor de mens. Heb uw naaste lief. Maar wat is het waard als u alleen uw naaste lief heeft? Want is dat niet makkelijk? Is dat niet de makkelijke weg? Heb hen lief die u haten. Zegen hen die u vervloeken. Wees niet bang als mensen u vervloeken. Mij werd vroeger, toen ik net tot geloof kwam, wel geleerd dat als mensen jou vervloeken, dat je dan gebonden wordt, dat je dan onder een juk komt te liggen. Maar ik heb ook geleerd dat als mensen mij willen vervloeken, dat ik mag zeggen, in Jezus ben ik vrij. Amen. En als ik hen zegen, dan ben ik de vloek kwijt. Sta ik vrij. Want het is Jezus die sterker is dan de vloek die wordt uitgesproken. Wij leven onder die Jezus die zegt van, dien mij, geloof in mijn heerlijkheid en je bent vrij. Want ik ben degene die zij niet gevangen konden nemen. Ik ben degene die allemaal aan mijn voeten vielen toen ze me gevangen wilden nemen. Toen ze mijn naam hoorden, ze vielen voor me neer. Zo sterk ben ik, zegt Jezus. Dat is de kracht die in ons is. Die kracht, daar leven we uit. We hoeven niet gebukt te gaan onder een vloek die anderen ons oplegt.
De vloek wordt verbroken door Jezus. Geef zonder eer te willen. Dus geef het liefst in het verborgene. Bid zonder eer te willen. Het gaat niet om mooie woorden. Maar het gaat om waar het vandaan komt. Het komt uit je hart. Jezus zegt ook iets over de splinter en de balk. Laten we niet vervallen in een bepaalde hypocrisie. En niet alleen maar kijken naar de ander. Tuurlijk mogen we een ander terechtwijzen, want ook dat is liefde. Maar laat het vanuit liefde zijn. En niet vanuit een houding van ik doe het wel goed en nou moet jij nog eens een keer leren hoe het moet. Maar laten we elkaar terechtwijzen en ondersteunen vanuit liefde. Niet alleen maar de splinter bij de ander willen verwijderen en hem bij ons te laten zitten. Eerst kijken naar jezelf. En altijd vanuit liefde de anderen terechtwijzen. Behandel een ander, dat vind ik heel mooi. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat betekent dat we in de omgang met God en met onze medemens soms moeten leren om onze emotie in bedwang te houden. Want er gebeuren dingen. We hebben soms contacten en die prikkelen je. Die doen je pijn. Soms doen mensen dingen elkaar aan die heel erg pijnlijk zijn, die onrechtvaardig zijn. En we voelen ons onrecht aangedaan. We gaan soms door situaties die we niet begrijpen. Maar we moeten leren die emotie onder het kruis neer te leggen. En er van daaruit mee te leren omgaan. Kan het om gezegend te zijn? Kan het om in de bediening te staan? Het woord van God te delen? En kan het om dan toch in zonde te leven? Een gezegend leven te leiden en toch te zondigen? Ja, we zijn allemaal mens, we zondigen allemaal. En sommigen van ons volharden in dingen. En ik weet, soms is het ook wel moeilijk om bepaalde dingen los te laten. We moeten leren om onze zwakheden onder controle te brengen. Ook dat is iets wat Jezus van ons vraagt. Leer jezelf beheersen. Leer je leven zo gezegend mogelijk te laten zijn. En nogmaals, je kunt ook zegen ontvangen als er dingen misgaan in je leven. Maar laat je hart rein zijn. Leg dingen neer. Laat dingen los die niet goed zijn. En als er dingen zijn waar je in worstelt, zoek daar hulp in. Laat voor je bidden. Maar probeer vrij te komen van hetgeen wat jou vasthoudt. Jezus zegt op de vraag of er belasting betaald moet worden, toen er werd gevraagd van, er wordt gevraagd om je geld te geven aan de keizer. Toen zei Jezus, of het wel of niet goed is, oké, kijk eens, wie staat er op de munt? Het was de beeldenis van de keizer. Zijn antwoord was dan, nou, geef het dan aan degene van wie het is. Het was van de keizer. Nou hebben we het allemaal wel eens, veelal ook gekscherend, over die blauwe envelopjes die in de lucht vallen. De belastingdienst. Maar Jezus heeft het hier eigenlijk ook over die belasting. Hij zegt, geef aan degene die erom vragen. Maar geven is een beetje tegen onze natuur in. Hè? We zijn eigenlijk, ja, vanuit ons instinct, mag ik dat zeggen, instinct, onze vleeselijke aard, zijn wij geneigd om te nemen. We hebben voedsel nodig, we hebben onderdak nodig, we hebben bepaalde behoeftes. En dat is waar het vlees om schreeuwt. Maar geven is altijd iets moeilijker voor ons. Maar Jezus zegt, geef aan wie het toekomt. Doe niet moeilijk. Klaag niet als iets van je gevraagd wordt. Maar geef het met een blij hart. Amen. Ja, maar dan ga je wel ver. Ja, oké, ik ben blij dat het niet mijn woorden zijn in eerste instantie. Het is wat de Heer ons leert. Maar ik heb ook beseft en geleerd dat als je tevreden bent, ook als je soms dingen moet doen die niet naar je zin zijn, als je toch leert om niet vanuit een klagende houding, een klagend hart, maar vanuit een dankbaar hart toch maar gewoon te doen, dat je leven ook verandert. Je wordt dankbaarder. En hetgeen wat je terugkrijgt is meer waardevol dan hetgeen wat je kwijtraakt. Klaagliederen 3, vers 39.
Oh ja, trouwens, nog even. Als wij geen belasting zouden betalen, zouden we ook geen straatverlichting hebben. Zouden we geen stoepen meer hebben. Zouden we geen uitkeringen meer hebben. Zouden we helemaal geen zorgstelsel meer hebben. Dus gelukkig krijgen we het ook alweer voor een groot deel terug. Maar goed, nu even verder. Klaagliederen 3 vers 39. Wat klaagt toch de mens? Laat een ieder over zijn eigen zonde klagen. Wat klaagt toch de mens? Laat een ieder toch over zijn eigen zonde klagen. Als we ons ergens over willen beklagen, laat het dan over onze eigen tekortkomingen zijn. Onze eigen gebreken. Onze eigen dingen waar we nog in moeten veranderen. Als Johanna en ik in ons huwelijk alleen maar naar elkaar zouden kijken van nou, het wordt wel eens tijd dat jij hierin verandert. En je moet daar ook maar eens keer in veranderen. En hier ben ik ook wel eens een keer flauw van. Alsjeblieft, is het weer zover? Heb je Johanna weer? Heb je Richard weer? Gezellig? Je moet geven en nemen. En dat is in de eerste jaren, als je elkaar kent, misschien wat moeilijker. Hoe jonger je bent, is dat misschien ook wat moeilijker. En je leert gaandeweg. Maar je moet leren dankbaar te zijn met wie de ander is. En ook te denken van, ach ja, ik ben niet volmaakt, zij ook niet. Mijn buurman is niet volmaakt, mijn buurvrouw is niet volmaakt. Mijn collega is niet volmaakt. Maar ja, wie ben ik? Ik kan me er wel druk om maken. Maar als ik me daar druk om ga maken, dan heb ik een zwaar leven. Zet het alsjeblieft van je af. Wees ontspannen in het leven. Leer ontspannen door het leven te gaan. Leer dingen los te laten. Leer de stress van het leven, van al die gebreken waar we allemaal mee te maken hebben, leer het los te maken. En denk aan Klaagliederen 3 vers 39. Als je dan toch iets wil hebben om over te klagen, klaag dan over je eigen gebreken, over je eigen zonde. En probeer daar vooral aan te werken. Ga jezelf niet omlaag schoppen. Want de Heer zegt, ik weet je moeite. Ik ken je moeite. Ik weet wat het is om mens te zijn en ik weet hoe het is om te moeten strijden tegen je tekortkomingen. En ik neem het jou niet kwalijk, want daarom ben ik ook voor je aan het kruis gegaan. Dat is onze Heer. Leg jezelf geen juk op door jezelf als slecht te zien. Klaag niet alleen over jezelf door jezelf de put in te praten, maar klaag jezelf aan door te zeggen, kom op, we moeten eraan werken. We gaan wat mee doen. We willen vooruit. Ik wil veranderen. Ik wil een beter mens worden. Ik wil niet alleen maar kijken naar die ander, maar ik wil vooral kijken naar mezelf. Ik wil mezelf verbeteren. Toen ik nog jong was, maar ik ben nog steeds jong. Ik voel me nog hartstikke jong. Maar toen ik nog jonger was, dacht ik, later als ik groot ben, als ik volwassen word. En ik dacht, je wordt vanzelf volwassen. En ja, het lichaam wordt groter, je ontwikkelt, je krijgt een baardgroei. Je ziet het, het is nog steeds niet gestopt. Je wordt ouder, de haren worden grijs. Ja. Je wordt volwassen. Je krijgt van die zorgenrimpeltjes. Komt vooral als je getrouwd bent. Wat zei ik nou net? Niet klagen. Nee, maar je wordt volwassen. En dat gaat vanzelf. Maar dan denk je eigenlijk ook dat alles wel vanzelf gaat. Je wordt ook wel volwassen als mens. Nou, dat is jammer genoeg ten dele waar. Het lichaam groeit wel als je blijft eten en drinken en ademen. Maar volwassen worden in je karakter, dat gaat jammer genoeg niet helemaal vanzelf. Wel voor een deel, je maakt dingen mee en automatisch ontwikkel je mee. Maar toch, volwassen worden moet je voor kiezen. Ja. En eigenlijk is het in het lichamelijke ook zo, want je moet blijven eten om te groeien, om volwassen te worden in je lichaam. Zo moet je ook blijven je geest blijven voeden om volwassen te worden. Want je kunt 80 zijn, maar dat wil niet zeggen dat je volwassen bent. Je moet groeien, je moet eten. Dat kun je doen door het woord te lezen, veel bij Jezus te zijn, hem te zoeken, diep na te denken over jezelf, jezelf te doorgronden van wat kan er nog beter bij mij. En nogmaals, laat het geen last worden. Wees ontspannen in het leven.
maar wel serieus. Probeer te groeien. Probeer geestelijk volwassen te worden. En naarmate de jaren vorderen, in plaats van dat ik erachter kom dat ik steeds meer weet, kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat er nog meer is wat ik niet weet. En hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft hoe klein je eigenlijk bent. Hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. Hoe jonger je bent, hoe meer je nog een bepaald idealisme in je hebt. En een bepaald streven en een gedrevenheid. En van daaruit denk je van, oh, we kunnen de hele wereld aan. Maar door ervaringen besef je dat je de wereld niet aan kunt. En door ervaring leer je dat je niet alles zomaar even kunt doen. En dat dingen soms best wel tegenvallen. En dat dingen waarvan je 10 jaar geleden dacht van, dat gaan we wel even doen. Dat het heel moeilijk te bereiken is. Kortom, hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat er veel meer is wat je niet weet, dan wat je wel weet. En je beseft hoe klein je bent. Daarom, blijf altijd zoeken. Blijf jezelf altijd doorgronden. Ik ben in mijn leven door hele zwarte periodes gegaan. En als ik wel eens terugdenk aan mezelf van vroeger, denk ik, hoe is het mogelijk? Ik voel me zo ontspannen. Ik voel me zo immens gelukkig. En ik voel me zo enorm sterk. Maar ik weet ook waar ik het vandaan heb. En dat is niet vanuit mezelf. Want vanuit mezelf was ik depressief. En had ik moeite om het leven te dragen. En ik kan me niet meer voorstellen dat ik toen zo was. Het is zo veranderd. Door Jezus. Maar ik ben door hele zwarte periodes gegaan. En wat ik daarin geleerd heb, is om niet te bidden in eerste instantie om oplossingen. Je zou denken, ja, juist wel. Heer, bid, want bid de Heer om wat je nodig hebt. Natuurlijk, dat mag je doen. Maar je moet daar niet te veel de focus op leggen. Ik heb op een gegeven moment geleerd, Heer, leer mij dragen. Leer mij om draagkrachtig te zijn. Leer mij om sterk te zijn als er weer een storm opsteekt. De reden daarvan dat ik dat heb geleerd, is omdat van de ene situatie die dan weer werd opgelost, de andere alweer om de hoek kwam. Wat heeft het dan nog voor nut om een oplossing in je leven te vinden? Dat was op een gegeven moment de vraag die door me heen spoot. Van, het maakt allemaal niet meer uit, want er is steeds weer wat. En iedere keer weer. En dan krijg je het gevoel van, ha, ik ben eruit. En dan is er weer, wordt er een, als een baksteen wordt er op je geest gelegd en boom, die stort weer in. En op den duur denk je van, als het zo moet in het leven, kan het dan net zo goed ophouden. En ik heb geleerd om te bidden, Heer, leer mij dragen. En toen ik dat begon te leren, begon ik te merken dat de situaties die nog net zo ernstig waren, ineens niet meer zo zwaar voelden. Ineens begon ik te beseffen dat ik soms hele zware situaties mee moest dragen. Maar het voelde niet meer zo zwaar. En dat was een hele bijzondere gewaarwording. Mijn gebed werd verhoord. Ook het gebed om oplossing werd verhoord. Maar dat duurde even. En dan moest je doorheen. En je worstelde. Maar dat gebed van Heer, leer mij dragen, werd ook verhoord. En mijn leven is veranderd. Als er nu zich situaties voordoen, ik sta er anders in. Want ik heb geleerd, de Heer geeft alweer een oplossing. Ik hoef me er niet druk om te maken. En ik ben sterker geworden door Hem. Jezus geeft ook het voorbeeld van het juk van de os. En heel vaak denken we, het juk legt Jezus op ons. De Heer legt een juk op ons. En dat is zwaar. Maar ik zal u even uitleggen wat een juk is. Een juk is niet de last op zich. Maar de juk is hetgeen wat op ons wordt gelegd. En dat ligt niet op je, maar dat hangt achter je. En dat juk zorgt ervoor dat je makkelijker de last die op je, aan je is gegeven, mee kunt nemen. Het juk is niet hetgene wat zwaar is. Als je, ik noem maar wat, 50 kilo stenen moet dragen en je krijgt het op je rug. Dat is zwaar. Maar als je een juk om je, je krijgt dan zo'n leren riem om. En dan heb je daarachter zo'n baar. En daar leg je dan die 50 kilo op. Nou, dan merk je ineens dat het een stuk soepeler loopt. Dat is het juk wat God ons geeft. En wij denken heel vaak dat God een last op ons legt. Nee, Hij geeft ons een middel om die last te dragen. Heel anders.
Soms denk ik, waar maken we ons eigenlijk druk om? De Heer is zo goed. De Heer is zo bijzonder. Hij heeft ons zoveel middelen gegeven. Waar maken we ons dan druk om? Ja. Als je goed gaat nadenken, waar maak je je druk om? Wij hebben een God die voor ons zorgt. Die ons overal doorheen wil helpen. Die ons niet loslaat. Ook al lijkt het soms dat hij weg is. Maar dat is hetzelfde als de nacht. We zien het nu buiten. Kunnen we dan zeggen, de zon is verdwenen, die komt nooit weer? Want het is donker. Maar zo voelen we ons soms ook, zoals het nu buiten is. Maar we weten allemaal dat over een aantal uren die zon gewoon weer opkomt. En we vertrouwen daarop. Waarom vertrouwen we dan niet in de situatie die ons leven omringt, die net zo donker is als dit? Waarom vertrouwen we dan niet daarop dat ook die zon in ons leven weer gaat schijnen? Want zo zeker is het dat die zon weer gaat schijnen. Net zo zeker als dat over een aantal uren de zon hier weer gaat schijnen. Het is net zo zeker. De Heer zoekt oplossingen voor ons, als wij maar durven vertrouwen. Waar maken we ons dan druk om? Ja, nou ja, we hebben allemaal onze dingen wat soms heel moeilijk is te dragen. Ik weet het. Het is niet allemaal even makkelijk. Kunnen we allemaal wel beamen. Er zijn altijd situaties waar we gewoon moeite mee hebben. En dat is ook ons mens zijn. Maar wat ik u probeer mee te geven is, leer afhankelijk te zijn van Hem. En leer vertrouwen te hebben in Hem. En leer om het leven als een zegen te ervaren. Tot slot. Soms voelen we ons zo vreselijk. Soms word je wel eens wakker. En ik ben wel een ochtendmens, ik ben altijd heel veel wakker, altijd voor zevenen. Maar als ik wakker word, dan zie ik er niet uit. Gelukkig heb je wel een andere slaap in de ogen, ik kan ze dan niet zo goed zien. Maar dan loop je, oh, dan word ik wakker, oh, half zeven bijvoorbeeld, kwart over zes. En dan voel je je zo, je kent het wel. Oh, dat voelde je dan erg. Ongelooflijk. En je loopt naar de badkamer en dan sta je daar voor die spiegel en dan schrik je van jezelf op de hoofd. En je voelt je ook zo verschrikkelijk, sloom. En je denkt van, ik moet nog 16 uur of zo. Hoe komen we er door? Maar je doet de kraan aan, je plenst wat water over je hoofd heen en dat op zich, dat doet al wel goed. En je kijkt van, nou, het begint alweer een beetje op te klaren. De haren staan alle kanten op. En daar doe je ook wat water en wat gel doorheen. En langzamerhand begint het wel weer wat te lijken. Maar ook door bezig te zijn, je komt uit die slaapstand. Je gaat je weer mens voelen. Je gaat je weer wakker voelen. En ik ben altijd een bezig bij. Dus ik ga 's ochtends altijd hardlopen. Als ik weer eenmaal een beetje gefatsoeneerd ben, zeg maar. En mensen zeggen wel eens van, hoe krijg je het voor elkaar, zo'n ochtends vroeg. Maar eigenlijk is het heel raar, want als ik het eens een keer niet doe, dan voel ik me eigenlijk die dag minder fit. Door te geven, ontvang je. Kijk, als wij in slaapstand blijven leven, dan blijf je ook zo voelen. Maar je moet opstaan. Je moet het water over je gezicht sprengen. Je moet je haren kammen. Je moet weer bezig gaan en het lichaam maakt stoffen aan. Dat is gewoon zo, dat heeft de Heer zo gemaakt. Het lichaam maakt weer stof aan en je gaat je weer wakker voelen. Maar wat in het lichamelijke is, is net zo in het geestelijke. Door te doen, ga je je weer wakker voelen en ga je weer mens voelen. Geven betekent niet dat we kwijtraken, maar betekent dat we ontvangen. Want we krijgen het terug. Als we werkloos zijn, het moeilijk hebben, je zit in een diep dal. Wat we vaak doen, is wachten op dat het weer beter wordt. Dat is vanuit de mens. Maar we moeten juist vanuit dat dal, juist vanuit dat probleem, moeten we opstaan en gaan leven. Want dan zal het veel sneller zich oplossen. En bovenal leer je daar ook nog van en helpt het ook weer mee met nog volwassener worden. Ik wil niet zeggen dat we niet volwassen zijn, maar we kunnen altijd nog volwassener worden. Sterker worden, zeg maar. Volwassener en sterker in God. Net als met griep. Als je griep krijgt, is niet fijn, maar je bouwt antistoffen op. Dat is best wel bijzonder. Je wordt ziek
En door die ziekte krijg je antistoffen en word je weer sterker. Dat is heel bijzonder. Bodybuilders, mensen die aan fysieke training doen, die weten dat als je je spieren wil laten groeien, moet je ze kapot maken. Want de spier is een weefsel wat alleen maar groeit door schade. Als ons lichaam schade oploopt, het herstelt vaak wel, maar niet helemaal. Het wordt ook niet beter door. Vaak heb je ook, als je littekenweefsel hebt, dat is kwetsbaar. En het lichamelijke wordt minder naarmate er schade ontstaat. Maar spieren zijn opgebouwd in eiwitten. En als die spieren een bepaalde inspanning moeten leveren, komen scheurtjes in. En door rust en juiste voeding gaan die spiertjes die scheurtjes weer herstellen. Maar gaan ze meer eiwitten opnemen en ze worden groter. Dus het is eigenlijk het enige weefsel wat wij in ons lichaam hebben, wat erbij gebaat is om schade te lijden. En dan denk ik, wij moeten onze geestelijke spieren trainen. Dus je moet jezelf geestelijk inzetten. Je moet in je dal, moet je zeggen, ik ga opstaan. Ik ga moeite doen. En ook al loop ik schade op, ik wil groeien. Ik wil sterker worden. Ik wil een geestelijke krachtpatser worden. Ik wil sterk zijn, maar dat lukt alleen door te gaan staan. Door te gaan leven. En door in zorgen te zeggen, ik kies ervoor om gelukkig te zijn. En dat kan alleen maar door de kracht en de genade van onze Heer Jezus. Amen. Heer, ik dank u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw grootheid. En Heer, het is ook zo mooi om het allemaal te zeggen, maar om het te doen is iets anders. Heer, u weet waar we soms doorheen gaan. Maar ik bid u, Heer, vanaf dit moment, vanaf deze plaats, geef ons kracht waar we dat nodig hebben. Leer ons om op te staan vanuit bepaalde situaties. Dingen los te laten waar dat nodig is. Soms misschien de ergste gaan beleven van wie u wil zijn in ons leven. Ik bid u, Heer. Leer aan ieder van ons om ons leven nog meer af te stemmen op u. Zodat we u nog meer kunnen zegenen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Ja, Heer. Ik bid u op dit moment om de harten van ons allen te doorzoeken.